Ja mensen, het kan weer, het mag weer en we doen het weer. Wat? Lekker uitgaan als het kan. Heerlijk een terrasje op naar buiten en het café in. En op sommige plekken is ook nog iets heel leuks te zien. Bijvoorbeeld binnenkort in Café Tapperij Kansas. Daar komt Dogs Aloud. En nu moet u niet denken, een boek. Nee, deze hou ik gewoon even vast. Want Dogs Aloud, nou, dat is gewoon een hartstikke goede Kuikse rockband. Ja, precies. Ja. En ik zit hier vandaag bij Hans. Hans woont in de Veluwe. Nou, mooier kan het bijna niet, zou ik zeggen. En Hans, jij bent een van de mensen die in de groep Dogs Aloud zit. Ja. Kan je iets vertellen over jullie band? Ik heb de band toen is opgericht met Barry Merkes, de zanger. En Olaf Michels, de drummer. Ja. Maar die is helaas er niet meer bij. Hij is overleden en dat is een behoorlijke klap geweest. Ja. Maar goed, we willen door en Olaf die had dat ook gewild. Dus wij gaan gewoon lekker door met Dogs Aloud. En we hebben daarvoor een hele mooie, goede drummer voor teruggekregen. En dat is Robin Volsje, weet hij. Ja. Hij heeft vroeger bij Direct gespeeld, dus het is niet de mensen die drummen. En voor de rest hebben wij gewoon een leuke vriendenclub bij elkaar. En die bestaan nu bijna 37 jaar. Kijk, ja, we wouden eigenlijk het feestje vieren 35 jaar. Ja. Maar ja, toen kwam corona in het spel. En toen zijn we maar een beetje gaan repeteren. En wat dingen afgesproken met elkaar, onder elkaar. En hoe gaan we verder? En gaan we verder? Ja, we gaan zeker verder, want Rocher Archie kwam erbij. En en dat was eigenlijk het punt van, gaan we nou verder of niet? En, maar Rocher, dat is onze redder geweest. Kijk. Ja, zonder meer. Ja. Ja, was, en toen komen we door. Kijk. Ja, en dat vind ik lekker. Ja, ja, want 35 jaar plus 2 is toch een hele tijd. Dat is een hele tijd, ja. Ja. Iets meer rimpels, iets meer grijze haren, ja, maar nog steeds... kale kop. Maar nog steeds... Die wil ik best even laten zien. Nog steeds rocken? Nog steeds rocken, ja. Hartstikke leuk, ja. Want dat is wat jullie zijn, hè? Een rockband. Een rockband, ja. We spelen blues erbij. En vroeger ook pop. Maar dat doen we steeds minder eigenlijk. Er wordt wel eigenlijk veel naar gevraagd. Maar dat vinden we zelf leuk, weet je wel. Ja. En toen hadden we zoiets van, nou we doen gewoon wat we zelf leuk vinden. En nou, hier staan we helemaal 100% achter. Ja. En dat is zo mooi. Ja. En kan je een paar nummers noemen die jullie sowieso altijd spelen? Ja, we doen nummers van Deep Purple, van... Brian Adams van, noem ze allemaal maar op, Gallagher, Herman Brood, dat is dan wel pop, maar ja, die horen ze graag, dus Nou, juist, Gary Moore, ook hele goeie. Ja. Ja. En deze komt er net bij, Dogs Aloud. Hoe komen jullie eigenlijk aan de naam? Nou, dat is een hele goede vraag. Want, ja, die is vast nooit eerder gesteld. Of toch wel? Nou, toch wel, ja. Kijk, No Dogs Aloud, dat is een nummer van José Feliciano. Kijk. En wij speelden dat nummer No Dogs Aloud, gewoon omdat José Feliciano mocht nog niet mee in het vliegtuig nemen. Dat mocht wel, maar die moest achteraan, weet je wel. Ja. En hij zei, maar ik ken niet zonder mijn hond. Ja. Dus vandaar die naam Dogs Aloud. Dogs Aloud, honden toegestaan. Zo is dat. Waren jullie toen jullie begonnen ook een beetje jonge honden of zo? Ja, ja. Was 37 jaar jonger als nu, hè? Ja, ja. Ja, maar ik doe dat al vanaf mijn 16e jaar, zeg maar zo'n beetje. En is gewoon hartstikke leuk.
Ja. En wat is jouw rol in de groep? Nou, ik speel keyboard. En tweede stem doe ik samen met Ruben, die speelt, of die zingt ook tweede stem. En de drummer die begint nou ook met zang. En dus de drummer doet en drummen uiteraard en zang. En eens even kijken, Roger Nie, die doet alleen maar het solo en gitaarwerk. En dat doet hij heel goed. En we zijn heel blij met het bandje. Ja. Zoals die nou is. Ja. Ja. Soms zie ik er ook wel eens een dame bij. Dat klopt. Dat was Mila. Mielke Miel noemen ze er eigen. En maar die is naar een andere band gegaan. En dat doet ze het hartstikke goed. Dus dat moet ze gewoon lekker blijven doen. Ja. En ik heb er wel een zwak voor haar. En hele goede zangeres gewoon. Wat ik je nog wil vragen van, waar treden jullie zoal op? In een café, jullie doen ook wel eens bruiloften, maar ik zat net even door het boek te bladeren en ik kom hier wel iets heel bijzonders tegen, of niet? Vertel Amsterdam. Dat verhaal eens. Amsterdam, ja. Hoe komt de Kuikse band in Amsterdam? Nou, dat is eigenlijk, toen dat tijd hadden we een zangeres en die kende Ronald. En Ronald die organiseerde de Egg Run. De Egg Run, ja, het eierrennen. Ja, en dat was eigenlijk voor zieke kinderen. En die kregen dan, ik meen allemaal knuffels en dat soort dingen, weet je wel. En er gingen die mensen op de motor, weet je wel. Gingen die naar die kinderen brengen. En zelfs als kinderen wouden, dan konden ze meerijden. Of ze het konden, weet je wel. Het is niet gezegd dat die kinderen dat allemaal hebben kunnen doen. Maar degene die zo gezond waren dat ze toch een ritje mee konden rijden, dan, dan gingen ze mee. En die werden rondgereden in het Ajaxstadion. Kijk, dus als ik het goed begrijp, zijn jullie in de buurt van de Arena geweest, het Ziggo Dome, maar net niet daar, precies ertussenin opgetreden. Nou, we mochten wel er binnen zijn, in het Ziggo Dome heet dat, hè? Ja. En we zijn wel binnen geweest en we hebben een beetje een rondleiding gehad, dat was allemaal wel heel leuk. En daar reden dan die motoren een rondje, weet je wel. En dan, dat was leuk. Ja. En jullie optreden was er precies tussenin. Ja. Dat kan toch ook niet iedereen zeggen, hè? Nee. Tussen de Heineken Music Hall en de Arena en was dat, ja. Hoppakee. Ja. En zo gaat dat. En zo ging dat. Bij de Food Tour heb ik jullie wel eens gezien. Ja. Dat is toch weer iets heel anders. Ja. En toch wordt het gewaardeerd nogal. En de Food Tour inderdaad, dat was ook heel leuk. Ja. En we zijn wereldberoemd, de Kuik. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Maar we willen eigenlijk wel wat meer, weet je wel. Ja. Beetje, het land en zo. Maar dat valt, vooral na deze laatste 2 jaar, valt daar niet mee. Nee. En we hebben alles ik ga zelfs oud ijzer ophalen om de repetitieruimte te kunnen betalen, weet je wel. Oh, kijk eens aan. Okay. Dus bij deze, als er nog sponsors zijn, dan precies. Zijn ze wel kom maar ijzer brengen. Nou ja, en dan binnenkort, hè, de feestelijk optreden van jullie, 35 plus 2. Ja. Wanneer is dat te doen? Dat is 16 april in Kansas. Ik heb het shirtje maar aangetrokken. Kijk. Hè? Want Marleen die helpt ons altijd hartstikke goed. En we hopen dat die samenwerking zo blijft. En dat gaat hartstikke, hartstikke leuk altijd. Ja. Ja. Nou, dat wordt een feestelijk optreden. Ja. Moeten de mensen kaartjes daarvoor kopen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Nee. We hebben gezegd van als je een feest geeft, dan mag iedereen komen. Weet je wel, totdat de tent vol zit. En dan, dan moet je een halt toeroepen. Maar ik denk, zoals bij het goede volk zat die ook behoorlijk vol. Ja. En dat verwachten we eigenlijk 16 april ook wel weer.
Maar ik zeg tegen iedereen van kom op tijd, want volle sol. Kijk, ja. Dus bij deze wil je een prachtig optreden zien van de echte Kuikse rockband Dogs Aloud. Ja. Kom 16 april naar Café Kansas. Ja. Leef je uit? Ja, ik wil er nog even bij zeggen. We hebben een hele leuke band in het voorprogramma zetten. En dat is omdat ik zo weg ben van Uriah Heep. Hebben we een coverband kunnen strekken die voor ons het voorprogramma doet. En dan alleen maar Uriah Heep nummers. Kijk. En ja, dat is geweldig. En die jongens die kennen elkaar ook. Uriah Heep en het is Shadows of Heep die daar optreedt. Ja. En ja, dan gaan wij een feestje vieren en daarna mogen wij. Kijk, dus dat wordt avondvullend. Avondvullend, zeker weten, ja. Begint om 8 uur trouwens en tot, ja, ik geloof tot 1 uur mag het, geloof ik. Ja. Van 8 tot sluitingstijd, ja. Iedereen is van harte welkom. Ja, en dan drinken we er eentje. Geen koffie, maar dan een rustig biertje. En dat gaan we zeker doen. Nou, dankjewel Hans en nou ja, gefeliciteerd met jullie 35 en 2 jaar bestaan. Dankjewel, Ali. Sorry, ik moest even danken. Enough of your love.